De stichting Nazareth in Geermond krijgt van het Oranjefonds een bedrag van 20.000 euro voor het verbouwen van de kapel, de refter van het Nazareth-klooster. Tjeus Schelle en Harry Verkampen, jullie zitten in een stichting. Er zijn drie stichtingen die met het Nazareth bezig zijn, maar jullie zitten in een overkoepelende stichting. Nou, de situatie is zo dat de seniorenvereniging in Geermond, de zorgcoöperatie en de gehandicaptenvereniging Houvast, dat die gezamenlijk ruimte zoeken. En daarvoor hebben we een stichting opgericht, de Stichting Nazareth, om daarvoor te zorgen. Okay. De kapel is aangekocht door de stichtingen. Ja. Wat gaat er nou mee gebeuren? Laat ik eerst zeggen dat de kapel is aangekocht met crowdfundingsgeld. Dat was heel succesvol. Dus een aantal mensen, ouderen in Geermond, die hebben een bijdrage gestort. En dat is in de vorm van een lening. Wat gaat er mee gebeuren? De kapel die wordt aan de buitenkant wordt die helemaal opgeknapt. Want er moet ook nogal wat aan gerestaureerd worden. En de binnenkant die wordt geschikt gemaakt voor de activiteiten waarvoor de seniorenvereniging, KBO dus, en de zorgcoöperatie vooral actief is. Dat betekent dat we de refter en de kapel, die gaan we van binnen opknappen, geschikt maken voor die activiteiten. Er komen ook in de voormalige keuken komen er twee kantoorruimtes in. Eén kantoorruimte die is voor de zorgcoöperatie en één kantoorruimte is voor Savant. Dus die hebben dadelijk eindelijk de vaste plek? Die hebben dadelijk eindelijk de vaste plek. Want die zijn wat aan het zwerven geweest de afgelopen jaren. De zorgcoöperatie die zit al een hele tijd in Ruizenberg, hè, maar moet daar straks ook uit. Ja. En die heeft dan voortaan de vaste plek in de kapel, refter beneden. En Savant, ja, die hebben dan ook voortaan een vaste plek, inderdaad. Ja. Die huren dan een kantoorruimte van de stichting. En de KBO komt ook bij te zitten. Dat is het belangrijkste eigenlijk, want de KBO is de grootste club en die hebben dus veel ruimte nodig. En dus via hebben ze wel kantoorruimte, kleine ontspanningsruimte, maar ook de kapel ter beschikking hebben we dan voor de seniorenvereniging echt van alle kanten de ruimte. Er was naast deze gebruikers in het verleden ook sprake van dat er een culturele bestemming op kwam. Gaat dat nog door? Nou, de gemeente heeft als voorwaarde gesteld destijds aan de verkoop van het hele complex. Het moet een maatschappelijke bestemming krijgen. Een maatschappelijke bestemming is natuurlijk een best een ruim begrip. Daar past natuurlijk ook allerlei culturele activiteiten onder. Maar wij kunnen ons voorstellen dat er straks bijvoorbeeld ook mensen zijn. Er is al een groep wat jongere mensen die zich aangemeld hebben. Die hebben gezegd, nou, wij zouden zo af en toe die ruimtes wel eens willen gebruiken. Bijvoorbeeld die kapel. Om bijvoorbeeld een zondagmiddag concertje of zoiets te houden. Ja. Daar is daar best een geschikte ruimte voor. Nou, wij hebben als stichtingsbestuur gezegd, daar zijn we ontvankelijk voor. Dus we gaan zo meteen met die groep wat jongere mensen in gesprek. Om hun ideeën eens te horen en eens te kijken. Of we inderdaad elkaar daarin vinden. Ja. Er zou ook ruimte komen voor ontspanningsmogelijkheden. Hoe moet ik dat zien? Is dat alleen voor de gebruikers of ook voor de bewoners dadelijk van het complex? Nou, het is vooral voor de gebruikers, maar het is ook een duidelijke afspraak dat de bewoners van het complex die ruimte ook kunnen gebruiken als ze activiteiten hebben. 20.000 euro van het Oranjefonds. Ja. Maar daar ben je nog niet mee, denk ik. Nee, maar we hebben gelukkig ook al veel meer toezeggingen. We hebben toezeggingen van andere fondsen tot ongeveer 100.000 toe van gezamenlijke fondsen. Plus dat we van de provincie een subsidie hebben van 202.000 voor de restauratie van de buitenkant. En op dit moment zijn we nog in gesprek om daar nog voor de binnenkant, voor het stukwerk nog op te hogen. Hopelijk lukt het ook nog en dan zijn we al heel eind. Over welke termijn praten we? Nou, we hebben met Rob van Schijndel, het bouwbedrijf, hè, want dat is onze aannemer, de hoofdaannemer. Daar hebben we mee afgesproken, volgens de voorlopige planning, dat hij in oktober gaat beginnen. En dan heeft hij 4 werkbare maanden ongeveer nodig. Dus dan moet de buitenkant in ieder geval helemaal klaar zijn en een paar onderdelen van de binnenkant die hij meeneemt. En vervolgens gaan wij als stichting in zelfbeheer, zelfwerkzaamheid. Daarvoor recruteren we ook een aantal vrijwilligers, die denken we ook zeker te kunnen vinden. Maar ook bijvoorbeeld ondernemers uit Geermond. En dan gaan we dus vervolgens, als Rob klaar is, gaan wij verder. En dan hopen we toch zeker wel binnen een jaar daarna helemaal klaar te zijn. We doen daar overigens ook een beroep voor en daar hebben we ook al contacten over met de Stichting Bouwschouders. Ik weet niet of die jullie ook bekend is. Nou,
Wil-Jan Jansen en zijn kompanen, die zijn ook heel ontvankelijk, heel enthousiast hebben die gereageerd op ons idee om hun daar ook voor in te schakelen. En daar zijn we wel heel erg blij mee. We hopen ook dat dat echt iets concreets, substantieels oplevert. Dus ja, is eind 2020, dan zou het begonnen moeten zijn. Daar zijn we van overtuigd. Dat moet kunnen. Veel succes. Ja, dank je. Hartstikke bedankt. Hey.